Affirmaties zijn in principe bedoeld om je een goed gevoel te geven. Maar soms kan het zijn dat je een affirmatie uitspreekt en dat je gewoon een ongelofelijke kriebel in je buik voelt. Dat je voelt van, oh, of dat je er zelfs verdrietig van wordt of boos van wordt. Of dat het je gewoon niet eens lukt om de affirmatie uit te spreken. Rationeel kan je misschien wel zien dat het een goede, positieve, liefdevolle affirmatie is die jou zou kunnen bekrachtigen. Maar gevoelsmatig zegt alles in jou, oh, ik kan deze affirmatie niet accepteren, ik kan hem niet uitspreken, hij voelt zo ver weg. Maar stel dat je toch datgene wilt bereiken wat die affirmatie zegt, dan is het soms niet heel verstandig om ijzerheinig vast te houden aan het uitspreken van die affirmatie. Want als je er beroerder en beroerder door voelt, dan heeft de affirmatie bijna een averechts effect. Soms kan het wel zijn dat als je hem gewoon zonder emotie kunt uitspreken, dat je hem bij wijze van spreken net als de tafel van 6 in je hoofd kunt stampen en dat hij dan als het ware als een coach voor jou kan gaan werken. Maar als je echt heel ellendig voelt over een bepaalde affirmatie of echt kriebels in je buik krijgt bij het uitspreken van een bepaalde affirmatie, dan is het verstandig om op een andere manier ermee om te gaan. Abraham en Esther en Jerry Hicks hebben een geweldig proces daarvoor ontwikkeld en dat heet het focuswiel. Met dat focuswiel neem je die ene affirmatie waar je zoveel moeite mee hebt en die zet je in het midden. En vervolgens begin je met affirmaties die in de richting van het onderwerp komen of die over hetzelfde onderwerp gaan, maar affirmaties waar je je wel goed over voelt. En wat je dan merkt is dat je eigenlijk jouw gevoel omtrent dat onderwerp op een hoger niveau hebt gebracht. En op het moment dat je dat herhaalt, dus met steeds meer stappen doet, dan merk je zelfs dat je op een gegeven moment die ene affirmatie waar je zoveel moeite mee had, dat je die met gemak kunt uitspreken. En soms is één focuswiel voldoende over dat onderwerp en soms heb je gewoon 10 focuswielen nodig over dat bepaalde onderwerp. In deze video leg ik uit hoe je met een focuswiel kunt werken. Ik geef zelf het voorbeeld met de affirmatie, mijn lichaam is in staat met zeer weinig voedsel te leven. Op het moment dat ik de affirmatie opschreef, was het voor mij nog geen affirmatie waar ik me goed bij voelde. Het was een affirmatie waar ik me zenuwachtig bij voelde. Dus dan begin ik te denken met het onderwerp en dan bedenk ik van ja, wat geloof ik wel al over dit onderwerp? En toen heb ik opgeschreven, andere mensen hebben het overleefd als ze niks of weinig te eten hadden. En toen herinnerde ik me mijn opa die aan de Burma-spoorweg gewerkt heeft. En gevangen is genomen door de Japanners. En dat 3 jaar lang overleefd heeft. Dus de volgende gedachte die ik eigenlijk onmiddellijk binnenkreeg was, ik ken verhalen van mensen op zee of in oorlogssituaties die geen eten hadden en toch leefden. De volgende gedachte die ik kreeg is, ik geloof dat ieders lichaam tot zeer veel in staat is. Dus je begint op te schrijven met dingen die je al weet, dingen die je al gelooft, waar je 100% achter kunt staan. Dus ik geloof dat ieders lichaam tot zeer veel in staat is. En toen ben ik het op mezelf gaan betrekken. Ik schreef op, ik geloof dat mijn lichaam tot zeer veel in staat is. Ik geloof dat mijn lichaam tot zeer veel in staat is. En toen bedacht ik het me, of de gedachte kwam binnen. Ik geloof dat mijn cellen het zelfs leuk vinden uitgedaagd te worden. Ja, dus je kunt je hele leven op de bank doorbrengen en dat is voor de cellen in je lichaam niet echt een uitdaging. Maar ik geloof dat de cellen in je lichaam, die vinden het gewoon heerlijk om getraind te worden of om uitdagingen aan te gaan. Vervolgens kwam de gedachte in me op, het is heerlijk het uiterste van je lichaam te vergen en te ontdekken dat je het kunt. En je merkt eigenlijk al de manier waarop ik praat, dat met iedere cirkel die ik invul, dat mijn energie al van een krachtigere, sterkere vibratie wordt, zeg maar. Dus ik schreef op, het is heerlijk het uiterste van je lichaam te vergen, dat vind ik ook lekker. En te ontdekken dat je het kunt. Vervolgens schreef ik op, ik geloof dat mijn lichaam krachtig en sterk is. Ik had even tijd nodig om daarover na te denken.
Ik geloof dat mijn lichaam krachtig en sterk is. En toen bedacht ik me, trek je het weer eventjes wat algemener naar andere mensen. Er zijn eigenlijk heel veel mensen die weinig eten en toch grootse dingen presteren. Dus ik eet over het algemeen vrij veel, maar ik ken mensen, zoals mijn moeder of een vriendin van mij, die eigenlijk maar heel weinig eten en die niet alleen gewoon functioneren, maar die echt tot grootse dingen in staat zijn. Die kinderen hebben gekregen, die werken, die een eigen bedrijf opbouwen, noem maar op. En weet je wat ik me toen bedacht? Als ik weinig eet, voel ik me eigenlijk heel goed. Dus ik ben weer het onderwerp weer van een ander perspectief. Je ziet dat ik even nadenk. Ik ben het onderwerp weer van een ander perspectief gaan bekijken. Maar wel een gedachte die ik kan geloven, waar ik me goed over voel. Dus ik schreef op. Als ik weinig eet, voel ik me eigenlijk heel goed. Dus weer een gedachte die mij zekerheid geeft, die goed voelt voor mij. Nou, dan weer een ander soort gedachte kwam in me naar boven. Ik weet hoe ik mijn lichaam goed moet voeden, zodat het kan rennen. Want een van de redenen waarom ik met deze affirmatie wilde werken, is dat ik aan het trainen ben voor de marathon. En ik merk dat ik extra veel aan het eten ben, omdat ik bang ben om te weinig te eten. Ik ben bang om te vermageren. En dat werkt altijd averechts als je ergens bang voor bent en iets probeert te vermijden. Dus ik schreef hierop, ik weet hoe ik mijn lichaam goed moet voeden, zodat het kan rennen. En dat weet ik ook. Ik weet hoe ik de juiste dingen kan eten. En ik weet als ik het niet weet, dat ik het kan opzoeken op internet. En weet je wat de gedachte die toen bij me naar boven kwam en die ik ook echt geloof? En wat voor mij een gedachte is die weer een stap verder ging. De cellen in mijn lichaam zullen altijd alles doen om te blijven leven. En je weet dat het zo is. Je weet dat het mechanisme van het lichaam is een mechanisme van overleven. Dus de cellen in mijn lichaam zullen altijd alles doen om te blijven leven. En je ziet dat ik er zelfs twee uitroeptekens achter zet, want ik voel dat deze gedachte mij heel veel kracht geeft. En zo kom ik weer op de volgende gedachte. Wanneer ik vrij ben van zorgen, weet ik wat het beste is voor mijn lichaam. En dus als je de weg wilt openen, dan moet je geen zorgen hebben. Dan moet je je focussen op een positieve uitkomst. Nou, en toen kwam ik echt in een soort stroomversnelling terecht en ik realiseerde me, ik heb altijd genoeg. Alles komt altijd goed voor mij. En dat zijn gedachten die ervoor zorgen dat je vrij bent voor zorgen. Alles komt altijd goed voor mij. En weet je wat ook? En dat weet ik over mezelf. Mijn lichaam is in topvorm. Toen kwam ik weer bij de gedachte, er is altijd genoeg voor mij. Dus dat is eigenlijk het omgekeerde van die angstgedachte die ik had, dat ik bang was om te vermageren. Er is altijd genoeg voor mij. En toen realiseerde ik me. Toen realiseerde ik me iets heel belangrijks. Ik voel me veilig, ook als ik weinig eet. En ik werd gewoon zo blij van die gedachte en ik voelde gewoon dat die waar is. Ik voel me veilig, ook als ik weinig eet. Het heeft ook te maken met dat ik in het verleden al veel affirmaties heb gedaan rondom veiligheid en me veilig voelen. Dus ik schreef nog een keer op, ik ben veilig. En toen realiseerde ik me, ja, mijn lichaam is in staat met zeer weinig voedsel te leven. En zo heb ik eigenlijk mijn gevoelens, mijn emoties, mijn kracht rondom deze affirmatie op een veel en veel hoger niveau gebracht. En zo kan deze affirmatie daadwerkelijk voor mij werken.